Dag dames en heren, welkom op de markt in Eindhoven. De plek waar dit jaar het fijne feestdagenfestival plaatsvindt. Ja, met als centrale hart deze mooie ijsbaan met alle glowlampjes eromheen. En voor ons een mooie aanleiding om hier eens te praten en terug te blikken op het afgelopen jaar met burgemeester Van Gijsel. Welkom. Dank u wel. Ja, wat vindt u er eigenlijk van hier? Ja, het is fantastisch. Ik hoor heel veel spontane reacties van Eindhovenaren die zeggen dat je dit eigenlijk permanent zou moeten houden. Dat zal niet gebeuren. Maar het vrolijkt de stad wel heel erg op en het is ook gekoppeld aan allerlei andere plekken waar veel dingen te zien zijn in de stad. En een prachtige etalageroute. Dat is een bijlage bij Groot Eindhoven geweest. Voor de mensen die dat niet weten, dan kunnen ze toch allemaal even nakijken. Heeft u zelf uit de schaats eigenlijk al ondergebonden? Nee, ja, als grap kan ik vertellen dat ik hier een pirouette gemaakt heb, maar dat is niet waar. Dus nee, dat heb ik nog niet gedaan. En ik ben ook niet zo'n echte schaatser, moet ik eerlijkheidshalve zeggen. Ik wil zo met u terugblikken op het afgelopen jaar, maar toch ook eerst even de actualiteit. Want afgelopen week kwam er toch redelijk schokkend nieuws naar buiten over de organisatie achter de Dutch Design Week, Capital D. Waar in de afgelopen 3 jaar toch een flink tekort blijkt te zijn opgebouwd. Hoe kan dat zo ontstaan zijn eigenlijk? Ja, wat er natuurlijk gebeurt is dat mensen met heel veel enthousiasme begonnen zijn met de Dutch Design Week en de Dutch Design Award. Capital D is de organisatie van de designers. En dan zie je wel dat het noodzakelijk is om niet alleen design te laten zien, maar ook het beheer en financiën goed bij te houden. Het is een onafhankelijke stichting. Zij zijn daar zelf verantwoordelijk voor. Maar er kwamen signalen dat dat er toch niet goed uitzag. We hebben daar de vinger op de pols gelegd. En dat betekent dat er een behoorlijk gat ontstaan is. Wat overigens wel oplosbaar is, zoals het er nu uitziet. Maar er moet wel even wat inspanning gebeuren. De kosten moeten omlaag en de opbrengst omhoog. En dat kan op zichzelf wel. Daar zullen ze nog wel voorstellen voor doen. Ik denk niet dat het een echt groot structureel probleem is. Maar het is wel iets wat echt opgelost en aangepakt moet worden. Okay, maar is dat dan ook wel op tijd duidelijk geworden? Want 3 jaar, dan zeg je toch, dan heeft het kennelijk wel een hele tijd voorgestuurd. Ja, maar het bouwt zich op, hè, met niet al te grote bedragen in het eerste jaar. En de verwachting dat het tweede jaar wel weer beter zal gaan. En dat is toch niet helemaal goed gemanaged voor zover wij dat kunnen zien. En dat betekent dat er een inhaalslag gemaakt moet worden. Nou, ik ga ervan uit dat dat ook echt met voortvarendheid gebeurt. We hebben het in het college ook al over gesproken. Het is hun verantwoordelijkheid. Het is een aparte stichting. We geven daar wel subsidie aan. Het gaat ons dit oplossen, gaat ons geen, als gemeenschap geen extra geld kosten. Maar dat lijkt me wel een dilemma op zich. Omdat op zich design en daarmee de Dutch Design Week natuurlijk wel als heel centraal thema voor de stad wordt neergezet. Wat dus niet mag wegvallen. Nee, dat zal ook niet gebeuren. Dus daar hoeft u zich geen zorgen over te maken. Kijk, er zit zoveel potentie in rondom alles wat we hier met design doen. En dus ook de Design Week. Het feit dat er 200.000 mensen komen. Nou, dan kun je wel uitrekenen als je daar bijvoorbeeld een bijdrage, ik geef maar een suggestie, zou vragen. En niet eens zo'n grote bijdrage om te kunnen bezoeken. Dan heb je dat gat al bijna dichtgereden. Ja, want aan de andere kant, er zijn natuurlijk wel ook heel veel bedrijven en zelfstandige designers die ook profiteren van het feit dat het er is. Ja, het is denk ik wel heel goed dat we, het heet Capital D, het is de organisatie van de designers, in een stichting ondergebracht. Het is een soort coöperatieachtige structuur waar ze met elkaar proberen, nou ja, design op een hoger platform te brengen. Het is ja, een soort brancheorganisatie die voor zichzelf dingen organiseert, maar die ook naar de stad en eigenlijk naar de wereld willen laten zien wat hier op het gebied van design gebeurt. Nou, dat moet even wat scherper aan de wind gezeld worden en daar zijn ze nu zelf ook wel van doordrongen. Okay. Ik wou met u terugblikken op het afgelopen jaar. Wat is voor u zelf eigenlijk het hoogtepunt van het afgelopen jaar voor Eindhoven? Nou, er zijn er wel een paar, maar wat ik heel belangrijk vind is dat we afgelopen jaren echt een enorme economische groei hebben doorgemaakt. Dat weet niet iedereen, maar 2 jaar geleden hadden we 2,8% economische groei, waar Nederland nog bijna op een krimp zat. Afgelopen jaar hadden wij 3,2%. Het gaat nu iets minder, maar de verwachtingen voor 2014 zien er weer buitengewoon gunstig uit. En waarom vind ik dat nou zo belangrijk? Omdat het natuurlijk toch, de economie is wel het inkomen van mensen. Het is jezelf kunnen verwezenlijken, zelfstandigheid. Het is perspectief ook voor jonge mensen. In 2011 hadden we een terugloop van de jeugdwerkloosheid met 50%. Nou, dat zijn echt hele belangrijke ontwikkelingen. En ja, iedereen kijkt er ook wel een beetje naar in heel Nederland en misschien ook wel in Europa. Van wat doen ze daar eigenlijk in die Brainport? Want dat is toch wel heel knap wat wij met elkaar hier neerzetten. Maar heel lang leek het zo te zijn dat door die economische motor er hier in de regio geen vuiltje aan de lucht zou zijn. Maar de laatste tijd zien we toch ook wel dat er bouwbedrijven failliet gaan, dat er bouwprojecten stilvallen. Maar ook hier in de binnenstad dat er toch steeds meer panden leeg gaan staan en dat er
genoeg bedrijven zijn die het echt wel moeilijk hebben. Ja, we moeten een paar dingen uit elkaar houden. Waar het gaat om technologie, gaat het echt heel erg hard. En dat zal het komende jaar ook wel blijven gaan. Waar het gaat om bouw, als je naar kantoren gaat kijken, we zitten in een hele grote transitie die eigenlijk over de hele wereld wel plaatsvindt, over het nieuwe werken. Dat betekent dat we de toepassingen van digitale mogelijkheden veel meer introduceren. Mensen kantoren met elkaar delen, thuiswerken. Dat heeft zijn effecten ook op de capaciteit van kantoor en bedrijf. Als we naar de winkels kijken, zien we een heel ander probleem. Ik denk dat het zich voor een deel wel zal herstellen als de economie weer nog verder aantrekt. Maar er zit wel een groot probleem, ook hier, dat heel veel mensen gewoon digitaal thuis bestellen. Het is niet alleen de conjunctuur, om het zo maar te zeggen, het op en neer gaan van de economie. Waardoor we, met name in de bouw en in de wat we dan noemen de retail, de winkels, wat terugval zien ze. Het is echt structureel. Dus daar moeten we met elkaar wel oplossingen voor bedenken. Want dat is iets waar u niet zomaar iets aan kan doen. En wat ook niet een technologie sector kan trekken om daarmee Eindhoven weer leefbaar te maken. Nee, maar we hebben wel afgesproken om met de ondernemers, en dat doen we dus al, ook te kijken. We hebben sowieso overleg met ze. Maar wat betekent dit op iets langere termijn? Aan de andere kant, we hebben natuurlijk, ik mag geloof ik niet of ik reclame mag maken, maar als de Primark hier dadelijk op de kop bij de Hermanus Broekstraat gaat starten, en er zijn wel meer van dat soort winkelketens die hier weer gewoon begonnen zijn. De boekhandel Selectis, Vampieren, de slechte heet het tegenwoordig, is weer een nieuwe start gaan maken. Dus je ziet ook wel hele nieuwe impulsen in de stad ontstaan. We hebben een grote aantrekkingskracht. Eindhoven is uitgeroepen tot de beste binnenstad van Nederland. Voor dit jaar en voor komend jaar. Nou, en dat betekent dat de bezoekersaantallen best stevig zijn. De capaciteit van hotels schiet er soms tekort. We hebben grote evenementen waar veel mensen komen. Dus als je het afzet tegen andere binnensteden, doen we dat ook nog wel redelijk goed. De verwachtingen, voor zover we kunnen zien met betrekking tot kantoren, die trekt wel weer aan. En dan heb ik het echt over komend jaar en het jaar daarop. Okay. Als we het hebben over hoe Eindhoven op de kaart gezet wordt, dan is het misschien ook aardig om nog even terug te kijken op het bezoek van de koningin. Onder andere aan de Hightech Campus en het Van Abbe Museum. Laat nog even kijken. Zo ontving vanochtend op de Hightech Campus de Slovaakse president Kasparovic. De koningin en de president van Slowakije gingen ook nog naar het Van Abbe Museum. Maar niet voordat ze overladen werden met cadeautjes. Want ja, u liep daar heel trots naast de koningin natuurlijk. Ja, dat is ook wel bijzonder. Hè? Was het niet nog beter geweest als het echt een belangrijke president was geweest van Duitsland of Frankrijk of zo, die hier met de koningin mee was gekomen? Nou, volgens mij moeten we hier heel trots op zijn dat dit is. Ik ben hier geboren, zoals u weet, en opgegroeid. Ik geloof dat we ons laatste staatsbezoek hadden in 1978. Hier zijn ooit presidenten geweest van Ethiopië, Haile Selassie, de koning van Nepal, de Shah van Perzië en Nyerere van Kenia. En de laatste was, dacht ik, in 1978. En daarna is er nooit meer iemand geweest. En het feit dat wij afgelopen zomer de minister-president van Bayern hier hadden, de heer Seehofer, die zei, en normaal gaat hij altijd naar Rotterdam of Amsterdam, zei, ik wil per se naar Eindhoven. De president van Slowakije, die zei, ik wil met haar majesteit naar Eindhoven. Is het wel een eerste signaal dat de internationale aandacht echt enorm aan het toenemen is. En dat bezoek van Seehofer uit Bayern heeft er ook toe geleid dat we al een tegenbezoek hebben gebracht. En je ziet dat die contacten snel aantrekken. Nou ja, en zoiets als wat VDL nu mag doen voor BMW, dat is daar wel een stevig signaal bij. Zij gaan op zich zijn dat natuurlijk allebei wel regio's, landen die in de auto-industrie zitten. Is dat dan voor deze regio ook relevant dat juist zij komen? Ja, maar het is niet alleen auto, hè. Het is ook auto. Maar als je naar Bayern gaat kijken en naar Baden-Württemberg, dat is het gebied rondom Stuttgart, dan denkt ook iedereen weer aan auto. Maar als je gaat kijken waar de export vanuit Europa richting China vandaan komt, is dat in de hele breedte, 6% van de Duitse export gaat naar China. En dat gaat over allerlei machines. En wij leveren heel veel spullen voor die machines van de Duitse industrie. En als je nu naar heel Europa kijkt, waar gaat het dan goed? Dan zijn er eigenlijk drie regio's waar de economische groei over een langere periode zich rond de 3% beweegt. Dat is Brainport Eindhoven. Dat loopt dan over Noord-Rijn-Westfalen, dus het Ruhrgebied, maar vooral naar Baden-Württemberg, Stuttgart, naar Bayern. En het is die as in Europa, ja, die er echt met kop en schouders bovenuit springt. Een ander punt wat het afgelopen jaar ongetwijfeld ook veel van uw tijd en aandacht gevraagd heeft, dat is alles rondom veiligheid. En daar was misschien toch wel het meest in het oog springende de inval op het Bakenlandplein. Laten we er ook nog even naar kijken.
Een grote politieinval met 300 agenten vanavond bij de prostitutiepanda aan het Bakenlandplein in Woensel-West. Er waren signalen dat daar sprake was van gedwongen prostitutie en mensenhandel. We hebben sterke signalen dat ongeveer de helft van het aantal prostituees die met enige regelmaat daar hun werk verrichten, dat die gelinkt zou moeten worden aan mensenhandel. In meer of mindere mate. Van sommigen weten we het heel direct en anderen proberen we daar toch meer zicht op te krijgen. En daar is deze actie ook in belangrijke mate voor bedoeld. Want die inval, dat had alles te maken met het feit dat er vrouwen die daar werken op het Bakenlandplein ook zouden wonen. En dat daar zelfs een link richting vrouwenhandel zou zijn. Daar is daarna heel veel discussie over ontstaan. Is daarmee die bewering dat er zoveel mis was nou wel overeind blijven staan? Ik denk het wel. Ik heb afgelopen week in Den Haag het rapport van de nationale rapporteur over mensenhandel in ontvangst mogen nemen. Dat gaat over vrouwenhandel. Dat gaat ook over mensenhandel als het gaat bijvoorbeeld asperge telen of de kassen in, want het ging over heel Nederland, de kassen in het Westland. En dan zien we toch wel hele stevige signalen. Kijk, je ziet dat als je daar niet helemaal echt bovenop zit, in die branche van prostitutie, er toch ook heel snel illegaliteit gaat ontstaan. Er zijn 3 mensen gearresteerd die echt gewoon handel dreven met vrouwen, om het zo maar te zeggen. Er zaten mensen bij, die hadden gewoon een aantal paspoorten bij zich, zodat die meiden niet weg konden. En ik vond het heel ernstig en de signalen zijn nog steeds ernstig. Niet alleen in Eindhoven, maar ook in Den Haag en op andere plekken. En we hebben daar met elkaar wel afgesproken, die grotere steden bij elkaar, om dat met één lijn te trekken en er veel meer bovenop te zitten in het verleden gebeurd is. Oké, maar ik geloof van u dat het een ernstige zaak was. Maar aan de andere kant denk je dan wel ook, als er zo'n enorme politiemacht zo'n inval doet, met die capaciteit had u misschien ook wel heel veel andere grote problemen allemaal kunnen aanpakken. Ja, maar kijk, ik hoor wel eens vaker over die 300 mensen die wij ingezet hebben daar bij het Bakenlandplein. Als er een voetbalwedstrijd is, doen we dat ook. Daar hoor ik niemand over. Dus gaat het maar om 1 meid. We weten dat daar, van de meiden die daar zitten, de vrouwen die daar zitten, dat daar, hebben ze hele sterke signalen, een groot deel daarvan, tot op de dag van vandaag, dat daar signalen zijn van ernstig misbruik. 2012 was ook het jaar dat u hier in Eindhoven de wietpas moest invoeren en daarna hem weer mocht afschaffen, maar dan toch ook weer niet helemaal. En toen begreep eigenlijk niemand er meer wat van. Nee, dat is ook inderdaad heel ingewikkeld. Er is door de minister gezegd, per 1 mei moet het besloten clubcriterium, dat betekent dat je lid moet worden van een coffeeshop, en er mag niet meer verkocht worden, dat is het I-criterium, aan niet ingezeten. De minister heeft nu gezegd, nou, dat besloten club laten we weer zitten. Je mag niet aan de buitenlanders verkopen. En hoe dat dan zit, want in Amsterdam is het weer anders dan in Rotterdam. En het mag lokaal beleid worden. Ik vind dat heel erg ingewikkeld. En kijk, als je nu gaat kijken, wat zit er nou met die coffeeshops en die softdrugs? Wat is daar nou aan de hand? Het eerste, ik zou iedereen aanraden om het niet te gebruiken. Laten we daar helder over zijn. Maar als het wel gebruikt wordt, en dat is een maatschappelijke ontwikkeling die we toch zien, dan moet je zorgen dat de overlast niet plaatsvindt, dat de gezondheid niet in het geding is. Dus geen combinatie met verkoop van harddrugs, de kwaliteitsbewaking en niet aan jonge mensen verkopen. En de laatste is, en dat is natuurlijk inherent aan ons systeem, je mag het wel kopen, maar het mag niet gekweekt worden. Het is een beetje zoals je zegt, er mag wel bier gedronken worden, maar er mogen geen brouwerijen zijn. Dat wordt erg ingewikkeld. En dat laatste betekent dan dat er dus illegale kwekerijen komen, gekoppeld aan allerlei andere vormen van criminaliteit. En het zou mijn lief ding waard zijn als we erin slagen om de criminaliteit ervan af te knippen. Want u heeft er opnieuw voor gepleit om dat als stad te mogen doen, maar daar lijkt de minister toch nog niet op in te willen. Nee, het rare is wel, of het mooie misschien, een land wat heel veel ervaring heeft met droogleggen, om het zo maar te zeggen. Ze hebben het destijds met de alcohol geprobeerd. Is Amerika, de Verenigde Staten. Zij hebben de grote criminaliteitstoename in de Verenigde Staten ontstaan door de drooglegging van de alcohol. Je ziet dat nu met de drugs ook. Er zijn een aantal staten, waaronder Colorado, die gezegd hebben, dat gaan we niet meer doen. Zij willen naar het systeem waar wij, of ze hebben dat al geïmplementeerd, waar wij ook naartoe willen. En dat betekent dat als je lid wordt van een coffeeshop, dat zal althans mijn model zijn, dus het worden besloten clubs met een beperkt aantal leden inschrijven en per lid kan er dan gekweekt worden onder een vergunning. En dan kan de thuiskweek ook ophouden en dan kunnen we ook meteen de pas afsnijden voor de criminelen die enorm veel geld verdienen hieraan, dat op allerlei andere manieren besteden en relatief weinig risico lopen. Ja. Gaat dat er in 2013 van komen, denkt u?
We zijn bezig met Utrecht om dat model samen uit te werken. Wij zitten zelf op diezelfde gedachte met die besloten clubs. Ik heb daar met de coffeeshophouders al een keer over gesproken. Ik zal dat binnenkort verder doen. En het lijkt erop alsof zij bereid zijn daar medewerking aan te verlenen. En daarmee zouden we het dus ook uit de criminaliteit kunnen halen. En doen we eigenlijk wat er moet gebeuren. Namelijk geen overlast aan de voorkant, toezicht op de volksgezondheidskanten en het afsnijden van de criminaliteit. 2013 wordt ook het jaar dat u voorzitter wordt van een internationale organisatie van slimme regio's, om het maar zo te zeggen. Betekent dat wat? Ja, ik vind het wel heel spannend. Ook voor onze regio trouwens, en wel een enorme erkenning. Wij lopen een aantal jaren mee om in het ICF, heet dat, Intelligent Community Forum in New York, om uitgeroepen te worden tot slimste regio. Dat is ook gebeurd. Er zijn 400 regio's in de wereld die elk jaar meedingen voor die titel. En het is, iedereen denkt, nou, die ICF gaat alleen maar over die titel. Dat is wel het meest bekende van, want dat spreekt natuurlijk het meest aan. Maar wat we doen zijn regio's met elkaar verbinden. Dus hoogwaardige technologische regio's met elkaar verbinden. En dat als voorzitter van de ICF geeft mij de mogelijkheid om deze regio ook echt meer over het voetlicht te brengen in andere regio's in de wereld. En hoe gaan we dat straks dan merken? Nou, dat merken we nu al. Ik ben afgelopen week als voorzitter van de ICF uitgenodigd om bij de uitreiking van de Nobelprijs te komen. Daar hebben we weer contacten gelegd met andere regio's, maar ook met grote bedrijven als Cisco. Daar hebben we overigens afgelopen week ook een contract mee gesloten, omdat zij hier actief willen worden voor de verdere digitalisering. E-government heet dat dan. Dat betekent dat we straks thuis veel makkelijker allerlei diensten kunnen afnemen van de overheid. En je ziet dat dat dus al gaat werken. Ik heb daar voor een groot publiek een presentatie weer mogen geven over onze regio. En dan hebben mensen toch nog zoiets wow, wat daar gebeurt is wel echt interessant. We moeten kijken wat er aan de hand is. En we krijgen heel veel missies binnen vanuit de hele wereld. Nou, laten we hopen inderdaad dat daar mooie dingen uit voortkomen. Dank u wel voor dit gesprek. Ja, misschien wilt u nog even de gelegenheid zo aan het eind van het jaar om een wens uit te spreken voor de inwoners van de stad. Nou, dat doe ik graag. We hebben een mooi jaar achter de rug, 2012. Economisch redelijk voorspoedig. Mooie evenementen als Dutch Design Week in Glow. Hoewel ik me ook wel realiseer dat voor sommige mensen het jaar zwaar was. Mensen die werkloos zijn geworden of mensen die kampen met toch problemen met hun gezondheid. Ik wil iedereen, alle Eindhovenaren, een fantastische 14 dagen toewensen met betrekking tot het kerstfeest en oud en nieuw. Het wordt een wat koudere periode. Het is goed om dichter bij elkaar te komen en elkaar een beetje in de warmte te koesteren en samen die dagen te vieren. Ik hoop dat u daar ook inspiratie en energie uit haalt om 2013 weer in te gaan. Ik wens u in ieder geval een hele fijne kerstdagen en een fantastisch 2013 toe. Dank u wel, een mooie wens. Dank u wel ook voor de gesprekken het afgelopen jaar. En u, dames en heren, dank u wel voor het kijken van vandaag en ook alle voorgaande keren. Komende jaar komen we natuurlijk regelmatig bij u terug ook met gesprekken met burgemeester Van Gijzel en andere interessante personen. Dus ik wens u ook een fijne kerstdagen, een fijne jaarwisseling en tot volgend jaar.